De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad hebben woensdag in verschillende gemeenten tot de nodige verschuivingen geleid. Zo was in Oude IJsselstreek opmerkelijk dat nieuwkomer RSP met maar liefst drie leden toetreedt tot de gemeenteraad. De andere vier partijen die verloren. In Doetinchem leed de PvdA een gevoelige nederlaag en in Brummen werd de lokale partij IPV meer dan gehalveerd. Beide partijen betaalden zo de tol voor hun optreden in het college van de afgelopen jaren. Op de website www.focus.tv staan alle uitslagen. Burgemeester Henk Aalderink van Bronkhorst heeft donderdag op de Looschool in Zellem de eerste leskist over de luchtoorlog boven Bronkhorst overhandigd. Ook alle andere basisscholen in Bronkhorst ontvangen uiterlijk eind maart de leskist. De kist is een vervolg op de berging afgelopen najaar van de Lancaster Bommenwerpen op de Hummelozeweg Weg in Zellem. Onderdeel van de berging was ook om kinderen te informeren over deze crash die het leven kostte aan zes van de zeven inzittenden. De kinderen bezochten tijdens de berging in grote getale de crashlocatie en kregen daar uitleg. Bij een crash met een stuntvliegtuigje bij recreatieplas Buslo, even buiten gemeente Zutphen, zijn woensdagavond twee personen om het leven gekomen. Het vliegtuigje kwam nog door onbekende oorzaak rond half zeven uit de lucht vallen. Hulpdiensten werden massaal opgedrommeld om zich naar de plaats van het ongeval te begeven. Op de golfbaan waar het vliegtuigje neerkwam, lag over een groot gebied flarden van het ramptoestel verspreid. De Graafschap heeft de contracten van enkele spelers formeel opgezegd. De club heeft de mededeling aan Gregor Breinburg, Thies Evers, Jasper Heusingveld, Frank van Kouwen, Tim Vinken en Theo Zwarthoed gedaan. Het betreft een formele mededeling die de club voor 1 april moet doen, omdat anders contracten van rechtswegen doorlopen. Na 1 april kan de Graafschap alsnog besluiten de spelers een nieuw contract aan te bieden. Dezelfde procedure geldt voor een aantal trainers van de jeugdafdeling.